Nee, wij hadden deze bus staan en die bus is te slecht om klaar te maken. Er zijn veel liefhebbers voor onderdelen en van deze bussen en met elkaar. En ons idee was, we organiseren een dag waarbij iedereen kan komen sleutelen. Met z'n allen demonteren wij die bus. Iemand wil wat leren, de ander is een onderdeeltje nodig. En zo zijn alle liefhebbers bij elkaar in een gezellig weekend om iets leuks van te maken, alle onderdelen. Het is de bedoeling dat er helemaal niks van die bus overblijft. Alles gaat uit elkaar en de onderdelen, ja, die verkopen wij. Als zijn de reserveonderdelen, iemand zoekt een schakelaar waar die al lange tijd naar op zoek is. Er zijn een aantal mensen die hebben zelf zo'n bus en die willen wat kennis opdoen. Hoe alles precies in elkaar zit. Daarnaast, we doen dit vandaag, einde van de dag, gezamenlijke barbecue. En hij is echt slecht. Technisch, want gisteren reed hij nog, startte lopen, geen probleem. Alleen de body is te slecht en roestig. Aan de achterkant missen de stukken eruit. Kijk, dit is te slecht. Dat is niet meer klaar te maken. Nee. Maar hij loopt als een zonnetje. Alles halen we eruit. En ook een manier voor elke liefhebber om betaalbaar aan onderdelen te komen. Om nieuwe onderdelen worden steeds duurder. Nee, de blauwe lichten die doen het niet meer, dat mag ook niet. Maar die zijn puur esthetisch er nog op. Maar sinds mei hebben wij een brandweerwagen als camper. We komen uit Groningen. En dit is een hele mooie manier om heel vrij te zijn in de zomer en in weekendjes weg. En met de hond op pad met z'n tweeën. Ja, leuk. En kunnen we wat zien aan de binnenkant van zo'n camper? Zit daar veel ruimte in? Ja, we kunnen wel even. Het is een beetje rommelig. We zijn ook nog volop aan het bouwen. Maar loop maar even mee. Kijk, alle oude lampen zitten er nog op, maar die doen het niet per se. Wanneer is deze? 1986. 1986? Ja. Kijk, en hij loopt wat uit hier. Deze wordt wat breder. Ja. En aan alle kanten zitten schuifdeuren. Zo. Dus die kan je aan de andere kant ook zien. Kijk, nu staat hier natuurlijk van alles. Ja. Maar we hebben hier een bankbed gemaakt. Ik weet niet of het wat donker is. Ja. Die kan je uitschuiven dat het een bed of een bank is. En de bovenkant hebben we al met hout bekleed. En nu is het idee dat we hier in deze rommelhoek een keukentje maken. Ja. Dus je hebt best wel veel ruimte. Als je met twee personen bent en een hond, dan past dat hartstikke goed. Ja. En het is leuk dat er heel veel nog originele... Hij komt uit Duitsland. Maar dat er heel veel nog originele Duitse... plaatjes en tekstjes overal staan. Dus die willen we vooral laten zitten ook. Ja. Ja. En dan... Ja, de schuifdeuren. Is dit nou een vrachtwagen of is het nog... Nee, het is gewoon een... het is een camper. Volgens mij is die op slot, denk ik. Maar je kan er gewoon met een normaal rijbewijs in rijden. Dus hij zit nog onder dat gewicht. Niet gewicht, toch zo. Zonnepaneeltje erop. Dus dan wekken we ook wat stoom op. En je zou nog heel romantisch op het dak kunnen slapen, bijvoorbeeld. Als het een mooie sterrenhemel is. Want door het brandweer heb je natuurlijk een trappetje naar het dak. Dus dat is ook een leuk idee. Dat is nog niet gebeurd, want we hebben hem nog maar net. Oké, je mag wel even erop, hoor. Ja, en je hebt dus alle soorten en maten, want deze loopt dus wat uit in de hoeken. Maar andere, die staan hier ook wel. Die zijn veel compacter of wat ronder. Dus dat is ook wel een beetje de charme van
ja, zo'n andere soort auto. Ja, dit zijn allemaal bussen van mensen die hier komen sleutelen. Die blijven hier overnachten. Zijn allemaal geïnteresseerd in onderdelen, het leren sleutelen. En ja, op die manier zijn die hier. Onze eigen voorraad bussen staat voor. Ja, ik wil even kijken. Dus deze zijn allemaal omgebouwd tot campers? Dit zijn allemaal omgebouwde campers, ja. Deze meneer die is vannacht uit Zweden aangekomen met de bus om hier te komen kijken. Dat is 1500 kilometer. Maar dit is allemaal omgebouwd oldtimer camper. Binnen staan een aantal Chevy fans. Die komen uit Amerika. Zijn we aan het klaarmaken als busje. Er zit nog wel wat werk in. Een 78er en een 81er. En daar staat nog een Mercedes 407. Extra lang en hoog. 60.000 kilometer. Afkomstig brandweer. En afkomstig brandweer betekent zeer goede staat. Dit is een grote. Dat is een hele grote camper. Ja, dat is gewoon een 10 meter Lekor Nederlands gebouwde camper. Nou. En buiten hebben we nog een aantal staan. De 709 Vario is verkocht, wordt ook een camper. Daar staat toch een Mercedes 409 brandweerauto, die is net binnen uit Kroatië. Het is niet een hele mooie, het is eigenlijk een auto met best wel wat roest en wat werk. Maar goed, ja, het is wel een leuk ding voor niet te veel geld. En hier staat nog een Mercedes 1113. Deze is vroeger van brandweer Utrecht geweest. Heb ik teruggekocht in Polen. En nu weer verkocht aan een liefhebber die in Utrecht woont. Dus die gaat weer terug waar die begonnen is. En daarnaast heb ik nog een aantal UAS busjes. Die staan voor. Dat zijn 4x4 terreinauto's. Russisch in Rusland gemaakt. Ook populair om te bouwen als camper. Dit is heel, heel gaaf. Ja. Zijn die op het moment erg populair, de Russische busjes? Ja, want ze zijn wat lastiger te krijgen. Ze zijn moeilijker te vinden. Ja. Dus ze zijn zeker populair. Ja. 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 Is dit niet nog steeds waar het Russische leger ook gebruik van maakt? Zijn vanaf 1965 worden ze al gemaakt en nu nog steeds nieuw. Ja. Hier staat nog een Fiat 126, afkomstig uit het museum. Nieuw staat. Ja, nee, het is een Poolse. Ik heb hem gekocht van een bekende autocoureur, de heer Mazur uit Polen. Die heeft in Dakar gereden, rijdt Formule 1. Ja. Heel leuk auto. Er staat nog een UAS, 9000 kilometer 1972. Reservevoertuig van het leger. Ja, het verkeert wel eens wat kleine dingetjes. Deze moet ook nog klaargemaakt worden. En hier kun je iets ontzettend leuks van maken. En er gaat best wel eens iets stuk, maar ze blijven altijd recht. Ik heb deze bus denk ik anderhalf jaar, twee jaar bijna geleden gekocht. En het is een 508. Uit diesel, uit 84, dus nog een anderhalf jaar en dan is die belasting vrij. En ik heb hem destijds bij de aanschaf meteen helemaal over laten spuiten in een soort desert tan.
met zwarte accessoires. Helaas lekt daarboven nog wat roestwater, dat moet ik nog oplossen. Verder, even denken. Dat is het langste model. Hij is een oude Mercedes servicebus geweest. Dus waarschijnlijk dienst gedaan als onderdelen of rondbrengen in heel Nederland. En hij is in 89 omgebouwd tot een camper door een Zeeuws koppel. En die is er naar motocross wedstrijden mee gegaan. Achterin is een hele grote laadruimte voor twee motor. Ja, laten we even kijken. Ja, van binnen is het nog onderhanden werk hoor. Dus nog, er moet eigenlijk nog alles gebeuren. Eigenlijk ben ik met name bezig met het strippen nu. Hier is er voorin zit een zithoek, maar daar heb ik nu omgebouwd tot bed. En daarachter is een hoger bed voor de kinderen, slapen drie kinderen op. En eigenlijk het hele achterste gedeelte gaat eruit en ga ik opnieuw inrichten. Het keukenblokje laat ik wel zitten. En ja, hier vooraan moet ook nog het een en ander gebeuren zoals jullie zien. Maar hij rijdt dus een zonnetje, dat is verder helemaal prima. Ja. Je zit maar even kijken. En nu is het puzzelen hoe we de inrichting gaan doen. En hoe we hem af gaan werken. Achterop een uitklapbaar fietsenrek voor vier fietsen. Jerrycan en een trapje. Bovenop zit een vlonder, een soort van dakterras. Waar kun je ook nog twee aluminium kisten op kunnen. En dan kun je daarop zitten en nog wat extra spullen kwijt. En hier aan de zijkant, deze dingen, dat zijn van die wegrijplaten. Dus als je ergens vast komt te zitten, dan gebruik je die onder de achterwielen en dan kun je toch nog wegkomen. Dit is nu de laadruimte. Nou, hieronder is het plan, dat blijft laadruimte. Dat komt dan nog een technische ruimte bij voor het een en het ander. Dit is nog een losse koelkast. En dit bed, dat gaat dus naar achteren toe. Dus als je 's ochtends het raam open doet, dat je meteen uitzicht hebt. En eigenlijk komt alles dan qua indeling een stuk naar achteren. Maar dat gaat allemaal nog aangepakt worden. En dan komen er drie bedjes boven elkaar voor de kinderen. En dan kunnen we Europa in. En dit is vrachtwagen? Dit is C1, dit is vrachtwagen, ja. Nou, u mag er ook nog opklimmen, maar ja, hij is, hij mag geladen worden tot 5 ton en hij weegt ledig ongeveer 4 ton ongeveer. Ja. Motor, de OM14, dus ja, dat loopt prima. Ik ga wel denk ik wat 17,5 inch velgen eronder leggen, dus grotere wielen, zodat hij nog een tikje harder kan. Ja. En dan loopt hij na 95, 90 relaxed. Heel veel harder, dan wordt het toch te veel herrie binnen. Dus dan blijft het leuk. En ja, 4-cylinder OM 314. Ja, extra lampen bovenop. Zonneklep. Vind ik persoonlijk heel erg leuk. Mooi die authentieke elementen. Niet mijn garage, Seepma en Leeuwarden dan? Ik ben op de sloopdag eigenlijk de onderdelen die er vanaf komen. Die ga ik een label geven met een nummer en wat erop staat. Zodat de mensen straks het ook terug kunnen vinden. En ja, dat we dan de onderdelen kunnen verkopen. En wat er niet verkocht wordt, ja, dat, dan is het in ieder geval alvast gelabeld. Zo schrijf ik ook op wat dan eigenlijk gereserveerd is. Wie wat graag wil hebben. En dan komt het naar de juiste persoon toe. Ja.
Dat was in mijn hier met die foto. Maar die noise killers, dat zit hier wel veel in, hè, dit spul. Ja. Kijk, maar dat kan je ook op internet. Dat is helemaal niet nodig, hoor. Dat is toch helemaal niet nodig, zoveel. Als jij maar, zoals hier helemaal tussenin alles, joh. Je hoeft maar een paar stroken te doen, hè. Het gaat erom dat je de klank uit metaal weghaalt. Ja, dat moet zwaar worden. Ja. De deuren kun je het ook horen. Nou, we zien hier wieldoppen. Wat maak jij van wieldoppen? Ik maak hier klokken van. Daar zet ik een uurwerk in. Oké. Okay. Ja. En dan heb je hier, dit is een Mercedes, dat is duidelijk. Dat is ja. Welke wieldop van welke Mercedes is dit, weet je dat? Een W123. Oké. Okay. Ja. Ja. En hier heb ik twee modellen van Opel. Ja. En dan, zijn als van... we even naar binnen lopen, hier heb ik boven nog een rijtje opgesteld. Het is jouw eigen klushok een beetje dit. Ja, hier maak ik alles. Ik heb zo, daar een bonnetje staan. Ja. Dat is een Romet. Ja. Afkomstig uit Polen. Die is gefabriceerd in Polen met een Jawa 223 motor. Zo. Die zit ook onder de Jawa Mustang. Daar heb ik al heel veel aan gedaan. Ik heb daar heel veel onderdelen. Ja. Bij in Polen besteld. Zo. Die worden nog allemaal klokken. En wat kosten de klokken als iemand er een wil bestellen? Dat is per stuk verschillend. Deze kost 35, ja. Maar dit is een hele mooie. Ja, want dat is een hele, hele oude wieldop. Ja, van een Volvo. Ja, oké. Okay. Dus het ligt hoofdzakelijk aan de prijs van de wieldop eigenlijk. Ja, want die Mercedes die zijn ook weer duurder. Ja. En ik heb daar nog een hele mooie grote Scania wieldop klok. En die is nog duurder, die is 75 euro. Zo. Ja. Oké. Okay. En heb je ook al een Facebookpagina of een website of iets waar mensen het kunnen vinden? Dat heb ik nog niet. Op Facebook heet ik Jesse Rumpf.